Goedemorgen, het is zaterdag en we gaan weer vloggen. En de zon schijnt. Volgens mij is het wel warm al. Of nou, ik heb het warm. Maar ik zit nog in mijn spijkerbroek. Maar goed, wat hebben we op de planning? Geen reet, dat is gewoon niks. We gaan een paar dingetjes doen dadelijk en dan zien we het wel. Dan gaat de zon weg. Kom terug. Dus, maar zoals gewoon niks. Tijd voor medicijnen en... Jitte Jil zit in de auto. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan tuffen. Mag ik hem weer pakken? Ja, kan je hem uitzetten? Of weet ik voor wat? Dat er graag zit te lullen. Maar ik moet rijden. Nou, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Nou, goedemorgen. We hebben een boodschap doen en daarna gaan we. Wat gaan we vandaag doen? Ja, weet ik nog niet, heb ik al gezegd. Ik heb een flauw idee. Oh, ik wil wel wat doen vandaag. Als ik me met... In de Delft rij is makkelijk aan. Ja, dat mag. Ik weet niet waar we, weet dat, heen kunnen ofzo. Dat weet ik ook niet, maar even kijken. Maar ik heb ook nog even een hertouch. Wat doen we vandaag? Ik wil nog even foto's maken, maar dat kunnen we buiten doen. Zie wel! Dus tot zo. Inmiddels 11:45 of zo. Iedereen is eigenlijk hoort op. Ja, hier is met vriendinnen weg. Was even met vader weg. Ik ga het even sam maken. Een lunch maken. En daarna boeken bestellen voor Was. Want je hebt de boekenlijst en de van binnen gekregen. Daarna ga ik natuurlijk voor de site nog. Wow. En tussendoor lunchen we eventjes. En daarna ga ik even kipsauté maken. Ik had nog saté in de vriezer liggen. Maar ik eet geen vlees meer uit de vriezer. Ja, noem me een zeiker, maar ik krijg er last van. Dus ik moet voor mezelf even nieuwe thee maken. En verder zien we het wel. Was nummer 2 zit er in ieder geval in. Was nummer 1 hangt al. We zijn lekker bezig. Dus ja, ik heb niet veel te melden. Ja, ik heb even oud omgekleed. Tokkie outfit. Dus, maar ik ga een lunch maken. Gewoon alleen deze combinatie. Beetje zoetstof, sojasaus, een slootje gember erin en dan dopen of een stukje gember pakken en dan met je avocado. Oh, zo lekker. Hoi allemaal, nou nu ga ik weer eens vloggen. Ook weer raar, want ik doe het bijna nooit. Maar ja, ik ga vertellen wat ik vandaag allemaal heb gedaan. Mijn beste vriendin was jarig, dus ik ging met haar en dan mijn beste vriend. Gingen we naar de Mac toe en daarna met nog een vriendin gingen we gezellig naar de Mac toe. We hebben daar leuk bevreten. En daarna zijn we dus met z'n allen zijn we naar mijn huis gegaan. Zijn we boven mijn kamer zijn we eigenlijk gaan stoeien. Musicalies gaan maken, foto's gaan maken. En mijn beste vriend Jan die heeft heel wat aardigs geschreven. En mijn andere vriendin Germaine heeft ook wat aardigs geschreven. Dus dat kan ik dan... Binnenkort in mijn scrapbook gaan plakken. Kaffis. En gaan plakken. Jezus, irritant. Gaan plakken met de foto's. Want mijn moeder gaat binnenkort ook foto's bestellen. Dus dat komt er helemaal goed. Dus ja, dat wil ik even zeggen. Doei.
gaan ze deze weer een ijs te eten. Ja, en ik heb zo geen zin. Nergens zin. Kijk, mensen, ik word weer volgespamd. Nou kijk, heel leuk, als je even niet reageert, gaan ze je gelijk appen. Zo, ze zijn nerveus. Ja, dat is Daphne. Zo, we gaan er weer een eind aan breien, want ik heb echt even geen zin meer. Een beetje moe. Ik voel me niet lekker. Eten gaat weer kut. En even gehad. Mag het? Dus, en ik had ook niet veel te doen vandaag. Dus lekker makkelijk aan. Die dagen heb je. Nou ja, ik wel een beetje te veel. Maar ja. Maar we hebben in ieder geval vakantie. Dat scheelt. Dat scheelt echt. Ja. Geen verplichtingen, niks. Och, heerlijk. Vandaag wel was je de boeken besteld. Dus maar die krijgen ze geloof ik pas 12 augustus of zo. Dus ik kan niet wachten, ze hebben er zoveel zin in. Zo leuk. Ja, daar geniet ik van. Dus. Ja, nogmaals, verder. Ik heb niet veel. Afgelopen week heb ik het echt onwijs druk gehad. Van hond naar gevlogen, musical en kennismakings en afsluitingen en ja, gewoon super druk. Misschien hak ik dat er even in. Misschien kom ik nu even zen-modus. Dat kan. Dus, maar goed. Ik ga hem afsluiten en misschien morgen alweer. Dus, heel bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!